Wijsman zei ooit: het voorjaar duurt tot luik. En dat klopt helemaal. Een duel werd ons ontnomen, maar heel even zat God op een fiets in de Ardennen en hij had een witte broek aan. De Aerokogel van Schepdaal heeft zijn Instagram-foto beet. En daarmee is het voorjaar ook afgesloten, maar Valsplat stoomt dapper door. Dirk is op post, dag Dirk. Dag Max. En Jappe is er heel even niet, maar wordt wel vervangen door de trots van het waasland. Dag Nico. Dag Max. En welkom bij Valsplat. De gast van vandaag is een van de beste Belgen van dit voorjaar, mag ik wel zeggen, denk ik. Hij rijdt voor een van de beste ploegen ter wereld. En wij leerden hem kennen in 2015. Toen werd hij als neoprof bij Lotto Soedal vijfde in de Ronde van Vlaanderen. Nederlander Frank Heijnen schreef toen over hem een jongen met een naam als een West-Vlaamse specialiteit. Iets als rundertestikels in donker bier. Hij was toen topbelofte. Hij werd kasseispecialist, rondrenner en kopman. En hij won vorig jaar de Kristalle zweetruppel. Sinds dit seizoen is hij ook de winnaar van een Vlaamse klassieker. Straight from Drongen, over de Roche of Faucon naar onze zetel, de nummer 7 van Luik Bastenakenluik. Welkom, Thies Benoot. Dank u wel. <laughs> Hoe is het ermee? Goed, ja. Ik uh, ben, uh, ben al frisser geweest op maandagmorgen, maandag maandag maar ik uh, ben wel echt uh, ja, satisfied zeg maar, na, na dit voorjaar. Ja. Ja. Uh, het is een heel lange periode geweest sinds mijn revalidatie zonder echte rust. Uh, ik heb echt wel uitgekeken om nu ook een weekje uh, ja, de fiets aan de kant te laten. Ja. Om te een podcast mee te pikken. Maar dat is dan uh, voilà. wel een keer tof. We ja. zijn super blij dat je hier bent. Ja. Want je hebt maar dier geslapen. Zei je daar juist voor de opname? Ja, ja, ja. eerst uh, ja. wel we redelijk snel naar huis na de koers. En dan uh, frietje eten, Dat was ook al even geleden. Uh, en Malke dan... zelfs? Uh, ik heb eigenlijk een julienke, een julienke besteld. Ik weet niet of dat jullie was dat eens zegt. Dat uh, ken nee, ik. De Houten Saté. Uh, de welbekende fr uh, uh, frituur in de Overport, hè. Nou Ja, dat is. Het weet of ooit bekend is? Uh, Julien, de eigenaar van de goud saté. Dat was meneer Julien. En die heeft, uh, die heeft dat, dat rechtje zelf gemaakt, zeg maar. Dus dat, was, uh, dat is een middel of groot pak friet. Een viandel in stukjes. Mayonaise. Met droogdalentjes. Stoefvleessaus. En uh, satékruiden. Oké. Okay. Uh, en als die gestoven is, is dat dan tot de Julienke. Zalig. Want, bij zijn uitvaart was in Sint-Pieterskerk, op Sint-Pietersplein in Gent, voor alle studenten gratis butterbal. Is, dus is, ja. is de Julien zo een beetje het, uh, het krachtvoedsel wat ze aanraden bij Jumbo-Visma na de koers? <laughs> nee. Alles behalve, maar ja, kijk nu, het Hoe jaar <laughs> zit erop, dus dat is wel... Uh, kijk ik dan ook wel even naar uit, ja. Ja, tisch. Uh, je hebt gisteren natuurlijk nog maar Luik, Bastenaken-Luik gereden. Je was uh, de tweede beste Belg, er was er eentje beter. Ja, maar daar uh, ben ik me niet, uh, niet beschaamd om, zeg maar. Dus, uh, nee. Het was echt indrukwekkend hoe dat Remco uh, ons eigenlijk degradeerde door uh, tot, tot figuranten. Want uiteindelijk. Uh, het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Uh, maar het is niet dat die andere 180 renners aan de start. Uh, met wie uh, jou licentie aan de start niet. Er komen dus, nee. al uh, de beste renners over een generatie van, van 15 jaar. Spreid is. Uh, dat is echt indrukwekkend, samen met ja die andere fenomenen die er momenteel wel zijn denk. Ik. Uh, ja. Steken die wel kop en schouders bovenuit? Hè. Ja, het was ongelooflijk. Het was ook een heel schone koers. Dirk, uh, het is voor jou de, je favoriete koers aller tijden. Het is mijn een hoogdag van het jaar. Het is ook een koers waar ik niet moet op werken, dus dat ik ook op mijn gemakskindervoort Eén dan van de weinige. Ja. Dan kan ik al fietsen in de voormiddag en dan thuiskomen, douchen pakken en dan naar de koers kijken. Um, maar bij mij heeft het allemaal te maken met 1987, dat is mijn eerste echte goede koers Toen Maurizio Frondriest uh, ja, uit het niets nog Claude Crickelion en Steven Roche remonteert en uh, voor de derde keer op rij Luik Bassenakel-Luik wint in de wereldkampioen Argentijn. Uh, sorry, Argentinië vond nee. ik. Argentine. Goed dat Nico erbij is om terug mee te ja. 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 Pas op, vanaf nu kan het Engelman naar beneden ja. gaan. <laughs> maar wel legendary. Dat is ja, allee, dat was een soort van uh, Amstel Goldrace, der Poel, dat toen in 1987 ah. passeerde. En dat was voor ja. mij toen zo. Ja, die een Italiaan. Uh, Mooi wereldkampioen, trui, bruin beentjes. Gewis, ene sponsor op dat truitje. Uh, Oei. Jawel. Ja. Nice. <laughs> Ja, het is een nee. blijft een held. Ja, want voor u waren de, de, de ronde in Parijs voorbij de koersen waar de Vlaamse boeren aankwamen. En dan kwamen de Spanjaarden en Italianen. Ja, als je in de jaren 80 <laughs> naar de koers ging kijken, als, als klein gastje, en dan zag je daar de Philip van den Brandes en Patrick Versluizen. En dat waren van die Vlaamse jongens, uh, stevige boerenzonen. En dan ging de naar Luik en dan stonden daar ineens die gebeeldhouwde Italianen daar uh, met de aders op de benen, mooi gebronzeerd. Plots was die... het sierlijk. Ah, wel, voilà. Ah, ja, ja oké. Okay. Ja, ik, 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 ik word een leuk adept als ik die record praten. <laughs> ja. ja, ik moet misschien uh, Nico ook nog heel even voorstellen. Um, jij komt uh, Jappen vervangen. Je bent uh, van onze collega-podcast Radio Stelvio. Ja, klopt. Welkom, moet ik nog even zeggen. Misschien. Dank je, dank je. Ik kom een beetje schaduwknecht spelen. Ja, en dus. eigenlijk heb ik uh, vorig jaar ook al eens gedaan bij ja. jou. Dan Met ik waar. jou eens vervangen. Ja, het is waar. Maar het is, het is een eer voor mij om. In jullie zetels te ploffen, jongens. Zeg. Het is een eer dat je erbij bent, Nico. Was het, uh, heb je wat genoten van, uh, van de koers gisteren? Ja, ik vond het wel jammer dat natuurlijk de grote tweestrijd uitbleef. Um, je, je ziet nooit graag een topfavoriet letterlijk uitvallen voor ja. een man die eigenlijk weinig valt, als ik dan ja, mag zeggen. Dus eigenlijk heel toevallig, zaterdag gaan wij losrijden. Ja. Um, de dag van vandaag is dat meer dan losrijden. Dat is ook uh, een van de nieuwe trends in het Uren. Maar goed, Frans Maassen, de ploegleider, fietst vaak mee. En ik, eh, ik zeg nog tegen Frans, terwijl we Kamerukberg oprijden. Ik zeg van eigenlijk is ongelooflijk hoe weinig dat pech dat Pogacar al gekend heeft de laatste jaren. Ook in de Tour vorig jaar. Zijn de ploeg zat zeker niet altijd met hem op, het goede, op, het goede, op de goede plek, op het goede moment. Hij er, is er vaak, derde rit in Denemarken ook echt doorgeglipt door zijn zware valpartij. Tweede rit ook net na de brug. Um, ja, en een dag nadien uh, heeft hij ook wel echt ook pech. Ik bedoel, uh, een krater uh, in de weg leg dat er veel liggen in Wallonië, ja. uit het niets. En ik um, denk dat Paulus uh, zijn wiel daar kapot rijdt of een klapband krijgt. Ja. Of Paulus... Het was van een denk Van een klapband en daar rijdt hij ja. Ja. tegen. En uh, hij, hij rijdt is Ik zag hem direct liggen tegen uh, een vangrail. en zag er direct niet, niet zo goed uit. Dus, nee. uh, ja, over pech gesproken. Jij hebt er zelf ook wel van gehad. Hè? In augustus lig ja. je in Italië tegen de grond met een, uh, een breuk in je nek. Ja. Ja, dat moet ook redelijk uh, ja. redelijk heftig geweest zijn voor jou. Ja, ja, dat was de eerste keer dat ik eigenlijk uh, zo'n zwaar ongeluk heb gehad, zeker op training. Um, ben ik tot nu toe van ja, aanrijdingen en dergelijke echt gespaard gebleven. Ik fiets toch al ja, twintig jaar bijna in het verkeer. Um, nou ja, ja, in Italië inderdaad een zwaar ongeluk. Uh, en heel veel geluk had hè. Ik denk uh, in eerste instantie zag ik dat er niet naar uit dat ik zo snel op dat niveau ging kunnen terugkomen. Um, maar ja, dankzij echt goede begeleiding en, uh, en vooral veel geluk ook, hebben uh, heb we dat rustig kunnen aanpakken. En, en uh, zonder druk van de ploeg ook. Ja. Uh, direct, uh, direct op hoog niveau in, in het openingsweekend. Dus dat, ja, dat was wel een pak van mijn schouders op dat moment. En zij dat nu? 100% van hersteld? of zijn dus, er toch nog? Uh, ja, ik heb een beetje artrose op, op uh, die wervel C2, dus dat is, dat is redelijk uh, hoog. Uh, en als ik links rechts kijk, hoor ik zo'n zander gevoel, zeg maar. Dus dat is iets dat waarschijnlijk ook niet weggaat. Dat er iets meer kalkvorming is of niet, niet perfect die wervel. Ja, inderdaad. Mm -hmm. uh, maar dat is ook iets dat gaan wend, zoals dat mensen met tinnitus denk ik ook een beetje wennen aan, uh, ja. aan een bepaalde piep in een oor. Maar ja, ik ben heel blij dat het daarbij blijft, zeg maar, mm. dat dat maar is. Ties, ja. we worden allemaal ouder en we gaan allemaal beginnen kraken. Oda. Dus ja, <laughs> moeten, we er misschien, moeten we er misschien ook bij pakken. Uh, ik moet nog heel even een dienstmededeling de wereld insturen, want um, Jappe, die heeft een foutje gemaakt. Eh, dat mogen we zeggen. Ja. We vermoeden ook dat hij daarom nu in Scandinavië zit. Die is uh, gevlucht <laughs> naar Bergen in Noorwegen. Um, die heeft gezegd in de vorige podcast. Ik ga het hier even er volledig bij nemen. Hè, dat hij gaan fietsen is met de facteur van Michael Bogert. En dat die had gezegd dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar afgesproken hadden om samen op een bepaalde plaats te vertrekken tijdens de Ronde van Vlaanderen. En we mogen nu zeggen dat daar absoluut uh, niks van klopt. Uh, uit eerste hand, hebben we dat zelfs gehoord. Dat is namelijk van de facteur van Michael Bogert. Uh, hebben we daar, uh, gehoord. Dus bij deze. Excuses in de naam uh, van Jappe. We gaan die fout rechtzetten. En voor alle duidelijkheid: Dirk en ik distancieren ons volledig van alle uitspraken die Jappe gedaan heeft. En in de to to toekomst nog Dat nog gaat doen. Nog, nog gaat doen ja, okay. <laughs> dat is alles. Uh, veel safe, jongens. Ja. En nog groot nieuws: Jappe is verloofd. Dus ja, boy, is gefeliciteerd, voor. Jappe. Ja, Ze is dat. geringd? Ze is geringeld. Ja, och, hè. En hij ook eigenlijk. Ja, Hetzelfde ja. Ja. met twee. Oké okay, mannen, uh, ter zake, we moeten naar Luik naar Luik, jij hebt er gereden, voor jullie reden de vrouwen. Ja. Dat was uh, weer een, uh, ja, een, een ongelooflijke prestatie van, van SD Works. Hè? Uh, Demi Vollering die uh, dominant is. Dat zijn de woorden hè dominant hè? Bekijk haar resultaten maar hè, direct. Ja, het, is, het zijn allemaal eentjes en tweetjes. Hè. Als je de omloop buiten beschouwing laat, waar is ze 16 of 17e wordt, dacht ik, ja, hoofd. Ja, um, ja en ze heeft, ze heeft in mijn ogen ook wel een, een extra stap gezet. Want We vorige week nog over Copacchio, dat die echt ontbolsterd is als kopvrouw. Maar ik vind bij Vollering ook op het moment dat zij eigenlijk op de Rochefoucauld uh, haar ploeggenote Royce is voorop met, uh, met Italiaanse uh, Logo Borghini. En dan denk ik dat een paar jaar geleden zou ze meer in paniek geraakt zijn ja. of zou ze er zelf proberen achter te springen hebben. En nu wacht ze echt op van Vleuten. Omdat ze weet van ja, die moet reageren. Het is op het moment dat zij stilvalt van vleuten, dat ze er eindelijk op en over gaat. Ja. 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 Maar dat is ook, denk ik, dan die innerlijke rust: je hebt al die koersen gewonnen. Mm -hmm. Je weet dat het kunt. Je weet als je aangaat dat je ook gewoon de beste zit. En dat, dat allemaal samen zorgt voor dat je op een uh, meer ontspannen manier kunt koersen, denk ik. Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je die stap leert zetten in je carrière. Ja, je ja, inderdaad ja. die rust kunt bewaren. En inderdaad ja. zegt: van ja, ik heb al de Amstel en ik heb uh, de Waalse ja, pijl ja. gewonnen. Ja. En ook, hij ziet ook dat ze. Dus ik heb de koers nu vanmorgen nog dopingcontrole. Dus ik heb de koers uh, om zes uur stond ze aan mijn deur. Ik heb de koers van de vrouw nog een stuk bekeken. Ik vond dat ook ja. wel zacht. Dat ze... Wacht, je ja, dopingcontrole ja. om zes uur vanochtend? ja. ja, ja. Oké. Okay. Duitse, Duitse koppel, ja. Ja, je rijdt te goed. Een Duitse koppel. Ja. Okay. ja. Die komen ineens aan je de deur en zeggen: uh, Goed een taak, ja. Ja, hebben maar nog. Dat is eigenlijk bijna nooit uh, Belgen. Oké. Okay. Dus er zijn al van uw die uh, stellen een bedrijf aan die daarvoor uh, binnen twee bepaalde datums je moet komen controleren. Ja. Ze zijn vaak Denen, Duitsers. Uh, is dat iets met Denen en Duitsers, dat die strenger ja, dus, zijn op de uh, Nee, dat is een bedrijf, de denk ik, die gewoon uh, in Duitsland of in Denemarken dan gevestigd is. Ja. En op die manier. Uh, ja, het zijn wel kostelijke grapjes, want die mensen, ja, die moeten op taal komen en zo. Ja, Eén en... uh, dopingcontrole kost echt, is, kost echt veel geld aan uh, de CEO. En wat, wat Laurens de Dam hier een keer zei toen, toen hij hier was in de zetel, was dat, er, dat ze dan ook op u komen kijken terwijl je bezig bent. Dat is. Ja, 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 dus eigenlijk uh, als je echt. Ik had nu mijn, mijn badjas aan vanmorgen. Hey, maar eigenlijk, je, je broek op je, uh, je knieën. Uh, of je onderbroek op je knieën, dat is echt. Uh, ja. Uh, dat is was... de pier van Pollentier, denk ik. Ja, ja, uh, ja uh, Dat is, ja, ja, dat is, dat is uh, waar, dat is waar. Dat is echt met, uh, met de broek op de enkels, hè? Ja, ja, ja. 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 Dus, uh, ja het zijn. Uh, als man, het zijn sommige mannen die dat niet kunnen plassen als er iemand mm -hmm. naast hun staat. Dus dan ja. kunnen we wel even bezig zijn. Hè? Ja, oké, okay, maar. We, we wijken af, want we waren eigenlijk bezig over ja. de vrouwenkoers. Uh, ja, dat, dat ik eigenlijk vind dat het ook uh, meer en meer uh, gekoest wordt, zoals bij de man. Dat echt ploegenspel wordt uitgespeeld en dat er ook echt van ver wordt aangevallen, En dat ik ook zag dat Vollering ook gings, zelf ook die overwinning gunde aan Merlin Reusser. Hmm. Dus dat ze ook echt daarin rustig kon blijven op het moment dat Reusser voorbleef. Want, uh, op de lange duur dacht ik echt dat Reusser de koers ging winnen. Allee, ik wist nu natuurlijk dat Voldering gewonnen was, maar als je zag ze komt daarboven met meer dan een minuut. Uh, die rit als ze won in de tour, was ze echt heel sterk alleen, uh, als ze, uh, alleen mm -hmm. op pad. Ja, heel hem ook, hè? Ja. ja mm -hmm. Maar ja. dan verliest ze zeer veel uh, op dat stuk na de Forge, denk ik, tot aan de Roger Faucon. Um, en dan dat maakt die ploeg ook, ook alleen maar sterker als je elkaar. Dat is ook denk ik een van de. Uh, Zaken die tot succes hebben geleid bij ons, denk ik, dit voor is dat de overwinning ook echt aan elkaar gegund wordt. En dan ja, wordt de ene week is voor de ene, de andere week is voor de andere. En nu ja. wint Vollering om dat rooster naartoe te zakken. Nee. Want je kan de vergelijking inderdaad wel maken. SD Works dit voorjaar en Jumbo-Visma dit voorjaar. Het, is een beetje, het lijkt, ja. lijkt op elkaar. Ja, het zijn twee ploegen, heel die dominant koersen, en met ja. mannen die het op verschillende manieren kunnen afmaken en vrouwen die het op verschillende manieren kunnen afmaken. Ja. Ja. ja, ja, ja. Met het verschil dat wij geen monument gewonnen hebben misschien. Ja, en ik denk ja. dat, dat het overliep van ja, SD dat works. Is, dat is een open deur. Dat ik is een open voelde, deur. Ja. Deur. ja, ja, deur. ja, ja dat we dan we gingen <laughs> die vraag opzij schuiven. Maar ja, bo, nu toch zelf over Ja, ja, nu over begint. Ja, als je dan toch zelf over begint is. Ja. Um, is dat zo? Is, is jullie voorjaar niet geslaagd omdat er geen monument bij zit? Ah, ik, dat durf ik niet zeggen. Ik heb zelf gezegd, na Doize of Vlaanderen, we hebben nu vijf. Op vijf, eigenlijk. Ja. De klassiekers, ja. het zou zuur zijn, moesten we nu geen monument pakken. En dat is zuur, hè? Ik bedoel. Uh, en ook zonder die vijf koersen was al zuur geweest. Natuurlijk als je dan die vijf wint, je bent topfavoriet, denk ik. En je zit in die flow. En je ja, wilt inderdaad, inderdaad. Die kerst kers op zetten. de taart, exact. Dat is ja, zo. Tuurlijk. Dat is mij alles zo in het leven, denk ik. Maar je kunt niet zeggen dat het niet geslaagd was. Hè? We waren op dat spraak. Oh nee. Ja. Wordt derde in de ronde en vierde in, nee, vierde in de ronde, derde in Roubaix. Mm -hmm. Nou, er zijn denk... heel veel ploegen die daarvoor tekenen en we winnen vijf koersen dus. Ja, ja, ik denk eigenlijk dat we er allemaal in de zetel het wel over eens zijn ja. dat Jumbo de ploeg van het voorjaar is. Ja, zeker. Die dominantie. Ja. Dirk twijfelt. Dirk twijfelt. twijfelt. En ga SD Works zeggen. Nee, maar <laughs> ik, denk dat, ik denk wel dat SD Works nog sterker is. Ja, ja. ja. dat is wel en. Ja, da da ja Die ja, hebben we... minder ja. tegenstand dan jullie. was ook is ook nog ruimer, hè. dus we zijn hebben echt alles gewonnen. Voilà. Echt. En, maar er is ook minder tegenstand bij de rest. Jullie moeten echt wel nog afrekenen met, met Pogacar ja. en UAE en er is een van der Poel ja, en ja, ja, dan ja, komt er nog een evene pool bij. Ja, ja, maar ja, Kunt, ja. daarmee degradeert je ook uh, rensters als Longoborini en dergelijke. Want mm. ja, de... dat vind ik wel straf van Longoborini. goed dat je dat noemt, ja. die wint ooit de Ronde van Vlaanderen die wint de strade. Ja. Ja. Die is extreem sterk, die ja. hebben ook een kei sterke ploeg, van Anroy. Ja. Heeft dit jaar de trofee op Binda gewonnen? Ik vind dat een zotte koers voor de vrouwen. Ja, en ik, vind ik dat op heel en die kan heel goed sprinten ja. ook op mm -hmm. En dan Volloring is echt de queen geworden van ja. het voorjaar. Mm -hmm. echt ja, straf. maar dat is die groep waar ik gisteren eigenlijk bovenop kom, als je boven mee op de roosje pont er zitten ook in als Chikoni, Hirschi. Die mm -hmm. doen ook al de spelen. Ja. Die had leuk moeten winnen het jaar dat Filip gedisqualificeerd wordt. En omdat hij alleen, eruit zijn pedaal schiet. Ja. Bedoel, we hebben nu die paar fenomenen: Pogacar, Remco, uh, Zetter Jonas ook maar bij, Mathieu, Wout. Primos. Primos, ja. Zo'n vijf, vijftal renners die, uh, die eigenlijk alles winnen. Mm -hmm. um, maar daaronder is ook wel altijd zeer, zeer goede renners die ook heel mooie koersen gewonnen hebben en nog, nog gaan winnen. Ja. Zeker. Maar die verdwijnen een beetje in de schaduw nu. Hè? Ja. 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 Misschien wil ik nog heel even iets uh, over, de, bij, over de vrouwen uh, vragen aan jullie. Uh, want als we dan moeten kiezen voor de coureur van het voorjaar uh, bij de vrouwen, wie kiezen we dan? En ik denk dat het eigenlijk tussen niet veel renners gaat. Zal maar tussen twee gaan hè? Ja. Zal ik op Becky of uh, volging zijn hè? Ik zal een volging durven zeggen. Ja, en dan durf ik toch nog Kopecky zeggen ook. Nee, ik nee vind, maar goed. Ik vind het mooi. <laughs> ja, ja, nee, nee, ja, maar is Nee, Maar het is heel moeilijk om te kiezen. Ik denk dat wat dat Volring doet nu met, met Amstel-Waalse Luik, met dat trieluik dat is uitzonderlijk. Uniek trouwens. Hè? Dat is ah, echt ja. uniek. Hè. Enkel van der Brekken heeft het er ooit voor gedaan. Voilà. Maar wat dat we, allee, ik vind het parcours dat Lotte meegemaakt heeft, zeker met het overlijden van haar broer, dat er mm -hmm. nog eens bij komt. En dan eh, omloop Nokere Ronde van Vlaanderen voor het tweede jaar op rij winnen. Ja vond ik toch ook wel heel straf ja. en het was het vooral het samenspel tussen hen twee de ene gunde het uh, volgende gunde het kopbeekje in, in de ronde andersom in de amstel ja. en ja. straffe is ook Lotte die rijdt dus dit weekend al een kwalificatiewedstrijd om voor te spelen en dat wordt ja. vaak vergeten die ja, ik heb inderdaad. het gevoel dat hij altijd aan het koersen is maar ze, ja. ze is ook gewonnen hè ja. ze is ook gewonnen ja. Ja, ze heeft in het ja, Omnium, ja. heeft ze net niet gewonnen en dan de koppelkoers ja, ja uh, wint, hè? want daar rijdt ze ook soms nog keer een keer wat veldrijden, uh, of veldritten erbij en dan hey, ja ja ze koest niet gevoel koest. dat hij eigenlijk <laughs> ze koest doet. heel graag hè ja maar ja. Dat, ja, ik heb altijd het gevoel dat dat uh, ooit een keer moet stoppen zeg maar dat een keer moet rusten ook en een keer terug opbouwen maar ja bij haar is dat ja. ja misschien is het ook een fout gevoel van mij misschien gaat ze af en toe al een maandje tussenuit maar uh, ja datzelfde putcook die gaat volgende week gaan mountainbiken dat is ook zoiets... Ja, die... Ze moet mij niet beuilen omdat. Om nee, ik denk dat Pitcock misschien <laughs> ook beter een beetje, een beetje meer rust, zoals hij plafonneerde. Ja, maar dat is ook weer. Kijk, dat is dan de perceptie bij. Ja, het is waar, het ja, is, ja, waar. is waar. Ja, maar, het is waar, het is zwaar, maar nee, ik, ik moet er niet zo hard voor zijn. Het is nee, waar. maar heb ooit, ik, ik heb hetzelfde gezien dan een renner. Eindelijk capituleert. Hij, ja. is, hij is, hij is. doet. Hij is een enige die eigenlijk mee kan met, ja. met, met, met Remco. Zit in het wiel. Remco vraagt twee keer om over te nemen. Oké, okay, hij knikt van nee. Alle begrip, ik denk dat het ja. echt op zijn limiet zat. Maar je bent wel op 20, 30 kilometer van de finish in Luik. Ja. En hij stuurt naar rechts, pakt een bidon aan en zegt van ja, ik ga wachten op de, degene die aan achterop ja. komen. Ja. Het is ja. niet omdat het nog 20, 30 kilometer is dat je niet kunt parkeren. Remco zijn sterkte is, is niet één helling van dat het doet. Het is een inspanning van vier minuten en een half. Vol een bak oprijden. Ik denk dat er wel nog renners zijn als ze wisten de finish ligt op een toplek like in de muur van Oei. Kunnen in het wiel zitten van Remco. Ten eerste, het spak al echt in zijn voordeel dat het echt snel ging door één dag. Waardoor uh, we met weinig renners aan de voet kwamen. Maar dan ten tweede, iedereen weet, oké, okay, we moeten hier daarna nog de Forge omhoog. Dat stuk na de redoute, dat was eigenlijk ook een helling op zich, mm -hmm. dat nieuw stuk. Dat was veel lastiger dan vroeger. En dan, uh, dan komt de Roger Focon nog. En Remco, dat ziet er zo makkelijk uit op tv. Maar die komt beneden, die rijdt eigenlijk niet snel naar beneden. Pitkok zit in zijn wiel. Maar bovenop, die, op dat stuk van twee kilometer, hebben die volgens mij al bijna een minuut op ons. Mm -hmm. En wij stonden echt niet stil op dat stuk. Hè. Dus dat, dat ziet er op tv zo makkelijk uit, maar die ja, knijpt u gewoon dood. Hè. En dat is wat pitkook ja. dan meemaakt. Ja. En zeg maar dat maar. is ook wat, dat, wat we zaten, op het, we zaten op het, in hetzelfde hotel met Ineos, en dat is eigenlijk hetzelfde over Pogachar. Hij demareert, hij staat recht. En is, op de Kuitenberg dan. En zei, In de ja, Ik had het gevoel dat, oké, oké, de schoen kan mee. Je gaat zitten en hij vertraagt gewoon niet. Mm -hmm. Maar dat zijn dingen dat je niet voelt dat hij daar niet zelf zit. Hè. Dus, TV denkt, ja, inderdaad, hij gaat zitten. Je nu Pitkoop moet los en hij is net, uh, pokatje, gaat net gaan zitten. Ja, nou, het zeggen er zot, dat zo. Het was ook weer, ja. het was ook weer uh, een koers die ongelooflijk snel was. Het was, uh, jij zei toch ook nog, nog Dirk, een van de snelste uh, Luik basten naar Luik. Ja. S in, uh... in de jaren 60 is Roy de allersnelste gereden ja. geweest, uh, maar de laatste twee edities die Remco wint, zijn de tweede en de derde snelste editie, ja. Ja. aller tijden uit Luik. Dus, en in de regen. Hè? In de regen. Oh, ja. anderhalf uur. Ja. Ja, hoe, ja. Voel, hoe voelt dat voor jou? Ik kan me inbeelden, wij kijken ernaar en we denken, oh leuk, heroïsche koers, um, <laughs> heel veel, veel regen, ja. uh, een witte broek, vol regen. Ja, witte broek. En, dan, uh, en dan zit je daar ja. in het peloton en dan denk je, Ah. Het was voorspeld. Het, het was eigenlijk nog veel slechter voorspeld dan dat we hadden. Mm -hmm. Toen zag het er toch op zaterdag uit. In Namsel heb ik eigenlijk wel kou gehad. En nu, uh, gisteren viel het goed mee. Het was dus pas bovenop de haute dat echt begon te regenen. En dan, uh, ja, het tempo dat erop gelegd werd, dan kreeg je niet echt kou ja, meer. Dus nee. Dat viel wel mee. Ja. Ja, het zag er heroisch uit. Je hebt wel iets met heroische koersen ook. Uh, jij hebt, voor mijn part de meest heroïsche Strade ooit gewonnen mm -hmm. uh, in 2018. Hoe kijk, je, hoe kijk je daarop terug? Want ja, je wint niet veel. Je hebt nu natuurlijk ja. Kuren erbij gepakt. Um, hoe was die Strade voor jou? Ja, dat was uh, de meest bijzondere dag uit mijn carrière, denk ik. Hè. Uh -huh. um, mooi omdat uh, Wood daar derde wordt in de carrière die het had, die nog, uh, nog uitbouwt. Um, ja, echt een super, super goede dag denk je, Misschien de beste dag die ik tot nu toe al gehad heb. En alles zat ook mee die dag. kan wel vrij goed tegen slecht weer. Dat was ook echt slecht uh, toen. Toen dat we landden op donderdag in Italië was, uh, lag een tarmac uh, op de landingsbaan nog vol met sneeuw. Dus we wisten direct dat er nee. wel een speciale editie ja, ging worden. Ja, op verkenning op vrijdag lag er nog ijs op, op, uh, op sommige stroken. En dan ja, alles zat mee. Geen pech gekend. En, uh, ja, Wegraakte uiteindelijk achter Romain, achter Bardet en Wout van Aert. En dan bijna erop en erover. En dat was echt wel speciaal, omdat ik ook gewoon wist: de laatste vijf kilometer ik ga ik hier winnen als ik gewoon niet, ik geen, geen pech stilvalt. meer heb. Ja, stilvallen, dat voel ik dat ik niet meer ging doen. Mm het -hmm. was echt, echt goed. En de auto zat ook al achter mij op, de, op het laatste. Dus ik wist ook: als ik nu een batterij heb, heb ik nog een nieuwe fiets. dan is het nog niet verloren. Dus ja, dat was echt, echt geniet. Ja. Ja, Zeker, echt. zoals gezegd, voor een renner die niet veel wint. Ja. Dat was mijn eerste wedstrijd ook, dat ik kwam bij de Porsche. Een ja, rechte legende. Hè? Die foto, het, echt, hè? het wijs ja. met De modder die van het gezicht hangt. Ja. Volledig verdroogd dan al? Ja, een beetje nagekoekt. <laughs> oh, ik heb die fiets nog. Hè. Wat? Dus die fiets is ongekuist. Uh, ja, Die staat nu in uh, het centrum Ronde van Vlaanderen. Ja. Uh, ik heb dus er zo'n vitrinekast fritien uh, voor laten maken. En binnenkort houden we die... Uh, een keer thuis. Wel, ja. Ja, ja, en je wint dit voorjaar uh, dan Keurne. Het is die, uh, je, Vlaamse, je Vlaamse klassieker. Ja. Um, hoe verhouden die zich tot elkaar? Ja, Keurne staat natuurlijk iets lager, maar voor mij um, ook wel een speciale betekenis naar wat er gebeurd is afgelopen seizoen. En uh, ook een zeer mooie koers. Ik denk, uh, als de mensen me vragen, welke koers ik er nu uit in het voorjaar? En ja, ik krijg je veel dagswedstrijden, denk ik, een stuk of acht of zo. Tussen uh, Niesblad en Luiken, als ik er één kan winnen, is voor mij het seizoen geslaagd. Uh, zeker als ik in die andere wedstrijden dan nog op niveau presteer, wat ik nu wel heb kunnen doen. Mm -hmm. uh, ja. Ik heb al in bijna elke, elke van die wedstrijden buiten de ronde podium gereden denk ik. Allee, dus Nieselblad, uh, Waregem, Amstel, uh, allee, veel van die koersen dichtbij geweest en als ik dan uh, nu een keer kan winnen is dat wel uh, sowieso iets bijzonders. Ja. Ja. Ik had nog een, een luisteraarsvraag van Lopke Joris, 2008. Die vraagt: hoe is de sfeer in de bus voor en na de koers bij jumbo Visma? Uh, voor de koers uh, wel altijd goed, denk ik Er wordt wel wat muziek opgelegd in de, in de kleedkamer van achter in een bus. Dan. Uh, dus wel een bepaalde focus natuurlijk. Uh, iedereen is. Uh, ja, dat moet je eigenlijk een keer meemaken in, in een rennersbus. Maar dan iedereen is met zijn. Uh, Gedijkeuze bezig en uh, benen worden ingesmeerd, uh, voedingsplan overlopen, zo die zaken. En na de koers hangt vooral af van hoe dat gegaan is. Hè. Maar dat is dus vaak een goede sfeer geweest dit voorjaar. Hè. Ja, dat zal wel. En is dat dan na nakuurende? Is dat iets van extra champagne? Er wordt wel een glazen gedronken dan. Uh, en het wordt nog altijd samen uh, na de koers teruggaan naar totaal, massage en wordt er nog gegeten. Ja. Behandeling als je dat wilt, bij het osteopaat. Um, maar gevoelt wel dat dat moesten bij Lotto in de koers gewonnen hebben ging dat veel uit binnen geweest zijn. als ze bij Lotto in de koers een, een rit in een tour won bijvoorbeeld mm -hmm. waren s'avonds s avonds demde, kapot gescheurd bij de swaieurs broek dat uit naar ja. <laughs> mij nee Demdes, dus ja. Mooi. Ja. <laughs> maar dat was ook alleen dat mag ook denk ik ik vond, dat, ik vond dat ook mooi omdat je dan gewoon het rit in een tour won dat is ook iets, iets heel speciaals. Uh -huh. dat gebeurt uh -huh. niet elk jaar uh, Zeker niet bij elke ploeg maar je voelt dan bij jumbo uh, bij jumbo visma is dan je voelt, oké, okay, die monumenten zijn het grote doel. En dan in de Tour was dat ook, oké, okay, we hebben nu een rit gewonnen. Dat was dan, ik uh, denk, wat oh, was de eerste in Lausanne uh, die een rit won. Dat was dan ook echt van, uh, ja, we zijn nu wel om een Tour te winnen, dus niet iedereen ja, ja, ja. drinkt zich glas champagne mm -hmm. uit. Hè. Toen ja. een beetje temperen. Ja, ja, dat is, niet, ja. dat is echt uh, temperen, ja. Dus er is, een... is niet geslaagd met die rit te winnen. Er is een hoger ja. doel. Ja, voilà, ja, best, ja voilà. als er voor de ja. Tour gezegd wordt, we komen voor groen en geel, ja, dat is niet van na één rit dat er best uh, ja. gewoon terug in de van maar, de dag. En, en hoe, is het, hoe is het feest dan na de tour? Dat was wel groot. Ja. Ja. Dat uh, was op de ambassade in Parijs, Nederlandse ambassade. Heel mooi gebouw, dat is waar in de Filmen... film. Met de koning uh, erbij. Dat is in de... hoe noemt hij nu al dat in de uh, um, ja. En die is daar opgenomen, dus dat was vrijwijs voor dat te zien uh, en dat was, ik denk de, de premier van uh, Denemarken was daar, Louis van Gaal was daar uh, Louis <laughs> van Gaal, man wacht, in even, wacht even, In even <tot> Engels. komt Louis van Gaal daar ineens. In, in, uh, ja, dat vroeg ik <tot> mij ook af, maar blijkbaar ja, in Nederland is dat gewoon een, een echte grote persoonlijkheid die dus ook uh, een Nederlandse sportwereld Royal. misschien de vriend van, uh, van Richard Bleu of ofzo, dat ja, weet ik niet ja. um, maar die was daar dus ook veel, veel bekende mensen en veel ja, grote sponsors en zo. Dat was dan natuurlijk weer... heb dan die, die Ronde van Frankrijk beleefd met, uh, met die acht renners. Uh, ja. Ja, Steven Kruiswijk was dan uitgevallen. Die is nog naar daar gekomen. Primoz is er niet geraakt. Um, en Jonas Sido ook niet op die avond. En het zijn heel veel mensen die je van heel het jaar niet gezien hebt. Dus dat is heel mooi, langs de ene kant. Langs de andere kant is dat ook dat wilt dat soms ook afsluiten met de mensen die er dan wel waren, maar de dag voordien was dan ook uh, al een feestje. Ja. Voor de laatste rit dan? Ja, ja. ja. Meestal, ja de avond, was ja. meestal bij de meeste ploegen die ja, je voor de laatste uh, avond, dan wordt er een hele ah, ja, ah, ja, ja. ja, ja. Ik heb nog niet vaak de Champs-Élysées opgeregen. Met, met zonder kater. Ja, ja, ja. Met z'n vrienden was ik zeker niet, maar wel, ja. Nee, nee. De kater is niet, maar de, nee. je voelt toch dat je zweet uh, iets vettiger is dan, uh, <laughs> dan die andere drie weken. <laughs> Zijn jullie dan s'avonds ook nog gaan, uh, gaan dansen zoals de meeste ploegen? Uh, nee, uiteindelijk niet. We, ik denk dat we er om twee uur uh, afgesloten hebben. Okay. Ook echt kapot. Ja. Meestal verzamelen de ploegen allemaal in één discotheek. Ja, dat is, dat, we uh, een dupl duplex. Ja, ik ben ja. er ook nog geweest. Hè. Maar dan de kater duplex. na een tour is alleen maar dubbel zwart. Hè. Ja. Dat is, uh, ja, en ook een beetje een zwart gat. Als je dan met heel de klik een tour wint. En dan ja. is het gedaan. Is dat ook een soort van mentale. Ja, kater? ja maar je voelde wel. En dat is, dat is iets speciaals vond ik dan, als je dan terug met elkaar samen ziet, de eerste keer is in december, trainingskamp. Voor het Jonas heb ik niet gezien van aan de Tour tot, tot dan. Ah, ja, maar ik heb ja, ook ja, alleen ja. maar San Sebastian meer gereden. Dat je wel met die renners een ander gevoel hebt. Ja. Want ook, je hebt een Tour zelf, maar we hebben ook echt, leeft twee maanden samen. Hè. We zijn drie weken na de Sierra Nevada, dan zijn we drie dagen thuis geweest. Rijden Dauphiné, dat is tien dagen weg. En rechtstreeks naar tien, twee weken. Dan ze nog een paar dagen thuis en dan is uh, zijn we vier weken na de tour. Dus een beetje band of brothers. Ja, zeker. So. en dat is heel speciaal om dat voor te bereiden en, en dan ook daarin te slagen. Hè. met zo'n groep. Uh... Ja, we is... hadden wel een hele groeigroep groep daar. Ja. Dat is een soort van een scoutskamp met op het einde ja. een hele bontenavond. En dan in een ambassade met Louis, met van, van, Louis Gaal. van Gaal. die daar, ja. daar ineens staat. <laughs> heb je heb je mee gepraat met Louis? Louis heeft een keer aan de tafel zijn toer gedaan zo ja. Die ja. begon Engels te praten tegen mij toen, denk ik. Ja. Oh, En dat kan niet ja, goed hè? Uh, <laughs> ja, Ik heb laten vertellen dat Van Gaal toen ook wel tactisch een aantal richtlijnen nog gegeven heeft aan de ploegleiding van zo'n... dat zo, een zo, ja. ja. uh, keer ik, ik dacht echt dat jij hem op maken. Ook, Nee, 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 nee Dat ik... was een vijftal jaar geleden is ja. dus al gebeurd hè? Dat is ook een keer mee in, in de Ronde van Frankrijk ook wel Ja, dat was in de tour denk ik. maar waarom laat de sprinter nu geen gat vallen voor de lead-out? Kan die toch gewoon winnen? Oké, okay. ja. ja, moet niet altijd ja. moeilijker maken dan dat. Hè. Nee, voilà. het is waar, ja, en gewoon als eerste over de streep komen, hè, dat ja. werkt ook altijd. Ja. Um, ik wil oh, misschien oh. nog heel eventjes over dat feest gerelateerde, want jij bent ooit begonnen bij Lotto met Oliver Naassen. Mm -hmm. um, en die zei ons toen hij hier een keer was dat dat wel, dat dat heel tof was en dat een fijn uh, een goed jaar was. Ja. Um, Zet je met hem ook een frietje Julien gaan eten, of Julien. Julien, ja. Die, 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 we zijn wel toen naar Parijs toe, omdat Jens de busser reed op podium. En die is van West-Vlaanderen. En die heeft ons toen allemaal meegevraagd naar digis in Kortrijk. Dus we hebben daar wel <laughs> nog uit geweest. Dat, uh, dat is de plaats waar Alpecin ook gaan feesten, is naar Robijn. Ja. ja. Um, voor mij als stagiair was dat al was super... Uh... Kijk op naar die man, hè. Jens de busser Baals kampioen. Dat was... Wauw. Um, ik ben dan bij Xander blijven slapen die avond, die was ook stagiair. En dan hebben we een dinsdag, dus twee dagen later, op ook nog gereden met dezelfde ploeg en ook gewonnen toen. Zalig. Denk bij uh, Jonas van Achten. Ja. Het ja. Doet, toch, doet toch wel iets om een band te smeden met een ploeg als je... Ja, al is het dan uitgaan? Of ja. als, je, als je samen dingen doet die niet per se altijd te maken hebben met het, uh, met het wielrennen. Hè? Nee, nee, nee. Wij, ja, dat klopt. En dat is ook... Wij praten eigenlijk ook... 80%, 90% van de tijd over dingen buiten, buiten de koers. Uh -huh. Dus uh -huh. dat is. Uh, ja. ja. Ja, even terug naar luik basten misschien. We hebben een klein afslagje genomen, maar uh, dat mag zeker. Uh, jij hebt natuurlijk gisteren luik, luik gereden. Remco zat daar, je hebt het juist al even aangeraakt. Maar als je hem dan ziet rijden en je zit zelf in het peloton, hoe goed is hij dan echt? Ja, hij ziet wel dat hij goed rijdt natuurlijk. Uh -huh. uh, ik vond dan een redelijk stevige start, in Luik rijden daar, uh, Luik buiten, dat is omhoog 4 kilometer. Uh, ze rijden weg de vlucht, 11 man, Maar een vrij grote kopgroep, vond ik. En dan zei hij al zoiets van, ja, dat is hier uh, een sprinter uit een Giro of wat. Dus uh, <laughs> dan dacht ik al, oh, ja, die, is ook, die heeft goede been <laughs> Zoals verwacht eigenlijk. Ja, het strafste vind ik, je weet gewoon, iedereen weet dat hij gaat vertrekken op de route. Mm -hmm. Ilhan van Wilder, zijn de laatste helper, uh, Rijdt daar zijn laatste beurt en dan ja, voel je het aankomen. Ja. Het is aangekondigd, hè? Pitcock is vijf minuten meegegaan en dan is hij teruggekomen. Ja. Ik denk, wordt hij dan zo een keer bekeken van door jullie? Als hij het terugwaait uit het. Uh, uh, nu, volgende oh, volgende. Ja, ja. Hoe geprobeerd? Bekeken, ja. Het, is, het is vooral uh, op dat moment zijn we al bezig met u voor u vasthouden en uh, ja. Dat is echt veel. Hè. Ik bedoel, Pitcock is ook de man die dichtst kwam bij Pogacar in de Amstel. Ook een van de mannen van het voorjaar. een ja, in de Amstel. Ze hadden gewonnen, hè? Ja, gewoon, gewonnen. Uh, dus, natuurlijk gigantische solo. Dat had een beetje pech gekend. Die deed een stoppie trouwens in Tirreno hè, Dat was in de in de bevoorrading, of bij de verzorger. In Tirreno Adriatico de laatste rit. Die deed een stoppie. Ja, ja. Houden zijn stuur. hersenschudding, Nee, ja. dus het is eigenlijk zijn eigen valt, Ja, 100%. Mm. Oh, oké. Okay. Dus hij wil hij wilt een stopje, als ik het goed heb, dat is remmen op je voorste wiel en ja, dan ja. in de lucht. Zo ah, je achterwiel ja. een beetje in de lucht. ja, er wat achterremt dan vliegt het erover. Hij reed te snel. Ja, joker, hè? Maar hij is ook wel een acrobaat op de fiets. Jazeker. En af en toe loopt hij een keer mee. En ik denk ook dat, omdat hij zo'n acrobaat is, dat hij Remco nog kan bijhalen. Want Remco hij gaat op waar je doet. En daar maken ze de afslag. En daar volgt hij. Ja. Uh, uh, in de afdaling, denk ik, komt hij erbij. Het is een ander parcours. Wat je doet, wordt er nu afgeslagen en het is niet meer de uitloper die ze daarna volgen. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat beter? Min... Ja, ik vind het veel schoner. Mm -hmm. Het is uh, meer in het voordeel van de aanvallers. Het is um, Veel kleinere wegjes is ook, uh, ook wel lastiger. Dus je komt eigenlijk zonder die grote weg uh, aan Côte de nu. Wat ervoor zorgt dat. Uh, ja. Vorig jaar was er nog iets van organisatie achter Remco. Dat ging nu ook moeilijker zijn omdat er al veel harder gekoest was. Ja, ik was er vorig jaar niet, maar ik ga ervan uit. <laughs> en um, ja, dat, dat is wel, uh, het is wel een schone parcours. Enkel dat stuk voordat je doet, dat het doet, moesten ze daar iets kunnen aan doen, dat zou, dat zou het max zijn. Maar nu is dat. Die afdaling, ja, dat ja, was. Dat, ja, dat nekt ook Jan Trout niet. Als je daar alleen valt, is. Uh, een peloton moet niet trappen naar je rijdt tien per uur sneller dan vooraan. En dat, is, uh, dat je daar alleen op kop rijdt. Ja, dat weet iedereen. Ja, Tratnik valt aan een beetje uh, anticiperend, denk ik. Ja. Uh, als hij wat langer kan blijven, dan is hij misschien met Remco. Ja, dat was ook uh, mijn gevoel. Echt. Mm -hmm. Ik dacht echt, als hij. Hij ging niet winnen. Hè? Remco ging hem altijd bij aan en hem er waarschijnlijk nog afrijden ook. Maar um, als hij 20 seconden meer kan nemen, twee hij er twee mee kan Alleen een mannelijk Sheffield, maar de was voor wordt vijfde. Ik weet niet of dat hij wachtte op dat moment. Als hij, eerst ging hij mee met, met Jan op de Wan. Maar dan laat hij hem uitzakken of wordt hij gelost, ik weet het niet. Um, maar dan, als hij het doet geraakt. En dan gewoon in het wiel van Remco kan blijven tot aan de Roger Faucon, Dan heeft hij echt uh, grote kans op het podium, denk ik. En nu, uh, nu net niet. Maar dat was echt. Dat is ook weer iets dat je op tv niet voelt. Maar dat ging enorm hard op de Wan. En die rijdt er even van weg, Jan, die heeft eigenlijk alleen dat had gemaakt, naar voren gereden, daar iedereen eraf gereden, en dan op La doet, rijden we hem voorbij, komt dan nog een keer terug, hij heeft nog op kop gereden even, die heeft echt, uh, ik denk echt zonder zeer dat dat een tweede beste renner in koers was gisteren. Jan Tratnik. Ja. Ja, ja. Dirk, je vroeg je vroeg ook daar zegt nog af toen we er wel over bezig waren, uh, wie is Jan Tratnik? Nee, nee, ik wilde een vraag voor die ja. eigenlijk, want is zo wel We kennen die allemaal als een hele goede renner, ja, ja. met heel veel goede uitslagen. Maar voor, wat voor iemand is dat juist? Super goede hast, Een Ja, in ja, mijn, en mijn dat is echt uh, een beetje een droge humor ook. Uh, maar die past super goed in de ploeg. Dat is iemand die uh, alles is goed voor hem, Daar heb ik een indruk. Die is ook super dankbaar. Uh, uh, naar iedereen toe, naar de staf, naar andere renners. En hij, ik heb het gevoel dat hij hem zeer goed voelt in de ploeg. Hij, uh, hij rijdt ook super sterk. Ik denk dat we van hem echt, dat hem echt, veel gaat zien in de Giro. Uh, ook Michel Hesman trouwens, die is zeer sterk terugkwam van, van Tenerife. Die mannen zijn eigenlijk uh, donderdagavond geland in totaal laat. Mm. En nu is snel nou luik meegepikt en nu gaan die even naar reizen en dan rijden die in Giro. En, uh, ja, echt een goeie, een goede hast. Die misschien iets stiller, maar uh, ja, wel een, een stille genieter. Zo zeg. We kunnen daar makkelijk mee communiceren. Ja, die, ja, ja. ja. die praat nog wel goed uh, Engels. Spreekt hij beter Engels dan Louis van Gaal? Uh, ja, dat was... <laughs> Kijk. Dat is nog oh. niet zo moeilijk? Nee, dat is nee, nee, eigenlijk wel. Dat is inderdaad geen verdienste. Nee. Als we iedereen <laughs> gaan afwegen aan de graad van van Gaal, dan denk ik dat we snel wel bij heel veel mensen komen die ja. goed Engels kunnen praten. Ja. Ja. Denk het ook. Ja. Kan ook goed Engels praten trouwens. Prachtig brugje. Uh, ben jullie? Ja. Uh, Wat een dude. die mooi wordt, ja. Ik bedoel, voor, voor, als ik er naar keek, dan, dan dacht ik van, ja, die gast is misschien wel de, de tweede beste in koers. Um... Ja, ja, ja. Maar ja. die valt ook, alleen die komt boven mij, maar Laure doet. Er is een coole foto van. Ja, en, ja. maar die, uh, ja, die valt niet stil, hè? Die dan gaat nog een keer op de Force. dan gaat hij op uh, de rousseau Um, ja, de revelatie denk ik van de dansklassiekers. Mm, ik kan al een paar keer sterk gerijden, rijden, maar nu het grotere publiek denk ik. Dat is ook zo een adapt van de, van de marginal gains. Hè. die rijdt ook met tijdpak rond. Ja, maar hij zou wel nog iets aerodynamisch ja, op de fiets kunnen zitten ja, denk ik amoei. wel. Ja, ik denk ah, dat hij ja. wel echt aerodynamisch is. Nee, nee, ik denk het ook wel. Maar het is zijn een stijl. Ja, het ziet er ja. wel... Ik ben ook zo, maar... Allez, ik rij ook zo met de fiets, maar ik denk dat hij echt aerodynamisch op zijn fiets Die kan ook heel goed tijdrijden. Mm. Hij ook klein, is eerst ja, kampioen, hè? Iers Iers kampioen. Is, uh, ja, en ook tweede in een tijdrijden. Ja, maar hij ja. is eerst kampioen geworden voordat hij prof was. Oké, okay, ik weet dat eerste tijdrijden staan nu minder hoog op niveau, maar die werd eigenlijk als niet-prof, klopte die daar de eerste prof? Ja. Ja, 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 dat was ook nog een goede tijdrijder. Ja, was, ja voilà. Ja. Maar die, uh, ja, die rijdt met zijn radio op zijn borst. Dat is iets, dat, ook een detail. Dat de, iedereen doet dat in een tijdrit tegenwoordig, maar hij doet dat in de wegritten. Ja. In de gewone wedstrijden. De tijdrit het pak aan. waar zit die radio anders? Van achter, ja. Ik heb trainers die daar beneden steken. Ik steek dat meestal beneden. De meeste rijden daar eigenlijk zo over opzij. Beetje om de ribben. Mm -hmm. Trouwens, dan mag echt wel een keer iets aan gedaan worden, want dat is echt gevaarlijk als geval. Ah ja, ik, ik heb zo. er al een keer ah. wat ribben door gebroken. Ah, oké. Okay. Oh, ja. ja, en Jasper Philipsen wist ons ook nog een keer te zeggen dat het, de helft van de tijd maar werkt, de communicatie. Ja, ja nu bij ons doen ze daar wel echt veel aan dat dat werkt. Ik heb ja. nog niet vaak met een kapotte radio gereden bij de ploeg. Ze wikkelen die altijd in. En uh, in zo doorzichtige folie, uh, uh, door het zweet en de regen blijven. Je kan daar wel een keer stilvallen. Maar uh, ja, weten wat het is, er is daar geen macht voor. Hè? Dus dat is ja, het, uh, 20 ploegen en dan nog wat continentale ploegen en dan stop je het ook. Hè? Dus als je zo'n radio moet ontwikkelen, commercieel is dat niet zo interessant. Dus, mm -hmm. en, ja. Ik dat snap hij, het wel. Dat we... De wielertouristen rijden daar nog niet mee nee, op. Nee, nee, nee. Het <laughs> zou zomaar kunnen. Nog niet. Het maar, zou zomaar kunnen. Stel je voor. Ik had ben uit wel. Ik had opgeschreven als revelatie van het voorjaar. Uh, en de zegentocht naar Luik van, uh, van Remco Evenepoel als toch een van de highlights. Um, in een witte broek waar op voorhand heel veel over te doen was. Maar ik snap het eigenlijk niet. Ik weet, ja, ik weet, ja, ik vind dat wel. Ik vind dat logisch dat er, dat er van alles rond te doen is. Het, het ziet er goed uit. Het ene wat je normaal gezien nooit doet met wie de broek is in de regen gaan. Ja, voilà. Want dan heb je op het einde van de dag zo'n mooie bruine streep op je rug. Ja, en ja dat, was dat was raar. Een... Maar dat was raar. Dat was bij deze broek niet het geval. Of ja. toch in mindere mate. Ja, 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 ja. het was ja. na de finishzak zijn truiken wel zo'n beetje je zag zodat er wel in de regen reden was. En ook ik had verwacht bij de. De foto waarop hij moet vieren, de foto die hij wou op zijn Instagram. Ja. Ik bedoel, hij is volledig nat, ja. witte broek. Je ziet er alles door. Je ja. ziet je. De um... ja. package. De package, Max. Voilà. Ah, ja. En dat zag je eigenlijk nu nee. ook niet. Nee. Dus Ik heb er ook niet per se op gelet. Nico. Ik ook niet, Max. Bravo. Ja. <laughs> nee, uh, ah ja, dat is zo. Die witte broeken, die, die tonen alles. Ja, ja. Ik sprak gisteren ja. in, in, in mijn aflevering met Tris de Poter van Intermarché en die zei, ik droeg ooit een jongere trui. En iedereen is daar keihard met wij beginnen lachen. En achteraf, na de rit, had ik door van, ja, ik was kletsnat. Okay. En je zag letterlijk elke contour en elke ja. vorm van ja. We bedoelen dus de geslachtsdelen, hè, Max? Ja, ja oké, okay, ja, ja. Maar ik let daar niet specifiek nee, op. Nee, oh, nee, terug, terug, ik, terug over naar een andere vraag. Kun je nu wel <laughs> zeggen. Nee, maar bon, ja, alles gleed van hem af. Uh, dus ook, uh, ook de regen uh, was, uh, ja, was de allerbeste in de koers. Hè. Dat, is, dat is heel simpel. Maar ik wil even naar een luisteraarsvraag gaan van uh, Willemske. Die vraagt, was Primoz toch niet beter afgekomen om Luik bastenaak te rijden met het oog op de Giro om Remco in te schatten? En dat is een vraag nee. aan jou, Tiesj. <laughs> Absoluut niet. Nee. Wauw, ja. Nee, Giro, dat is een andere wedstrijd. Dat is... Natuurlijk, het feit hoe dat Remco die domineert gisteren, dat zegt echt heel veel over, uh, over zijn conditie. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat hij nu in Giro wint. Giro, dat is over drie weken. Tijdritten, <laughs> bergritten. En dat is geen klassieker van 260 kilometer, dus uh, ik denk dat dat niet, niet nodig was. Um, en als Primus dat nodig vond om luikbas naar leuk nog te rijden richting Giro, dan ging ik dat hij dat zeker gedaan hebben. Um, en is het trouwens nu nog op hoogte, denk ik, Primus. Mm. Dus ze hebben daarvoor gekozen om langer op hoogte te blijven en zo de Giro uh, voor te bereiden, wat dat voor hem zijn hoofddoel is dit jaar. Dus uh, ja, vind ik een logische keuze dan. Ja. Ja tuurlijk, tuurlijk. Emco en Primo zaten trouwens denk ik Zouden vrij lang op het samen op ja. het hotel dus ze zagen elkaar elke morgen aan het ja, ontbijten, dus ja. Ja. ze hebben <laughs> elkaar genoeg kunnen inschatten. Stairdown, ja. bij de komhaven. maar maat. kijk je wel naar uit? Uh, ik denk heel de in de wereld, we zitten dan op Charnivado, dus dan trainen en dan dienen. Bij de lunch staat er wel een iPad van iemand uh, op tafel, ja. Dus we ja. Altijd, uh, wel altijd, plezant, we na training koekjes ja, ja is... Rem, Remco, Remco komt de tijd af uh, wint meteen jullie hebben hetzelfde gedaan hè? Ja, ja ja jullie komen van hoogte en jullie ja. winnen ja inderdaad en het zijn toen ook bij bepaalde ploegen nooit oh, ja gaat hij wel goed zijn direct van de hoogte terug dan dan zijn de net op uw best hè. als je ziet vorig jaar hoe dat hij Sas Sebastian uh, rondvloog ja. Uh, ja waar komt hij ook net van hoogte dus um, ja, dat is een ja? beetje het nieuwe ja? wielrennen. Ja? En wa wat is dat met de, met de tijden? Dat, wat, dat dat ze goed maakt? En zijn het de pannenkoeken van Dirk de Wolf? Want Dirk zijn pannenkoeken moet je vooral niet te veel eten, of gehoord, ik. Maar, <laughs> <laughs> nee, Ja, het zijn zeer, zeer lekkere pannenkoeken. Je heeft ermee vaak gebracht tijdens, <laughs> tijdens de lockdown, een paar jaar geleden. Um, nu is het al even geleden, dat ik er nog wat heb. Dus uh, Dirk, met deze. <laughs> nee, Kleine nee, oproep. Ja, Tenerife is gewoon deze periode van het jaar, of zeg maar de eerste maanden van uh, het voorjaar en al in de winter. Uh, ja, de beste plek om in weer te trainen. En je hebt goede wegen, ja, goed klimaat, zoals ik net zei. Um, en een hotel op hoogte, dat is vooral belangrijk. Je hebt niet zoveel hotels in Europa boven de 2000 meter. Dat staan in weer. Dus. Um, in februari, maart, april is, is Tenerife wel uh, de beste optie. En dan, ja, wij gaan nu naar het Sierra Nevada, waar dat in mei normaal uh, ook al uh, echt mooi weer is. Ineos, die komen net van Sierra Nevada met de Giroploeg ook. Dus dat is ook een optie. Maar ik heb ook al in, uh, in april geweten dat er nog sneeuw lag, dus dat is dan weer uh, een, iets, uh, een iets groter risico. Maar het komt er vooral op neer dat je boven de 2000 meter moet zitten. Uh. Ja, belang. klopt dat dat klopt vroeger geprobeerd werd om dat hotel volledig af te huren? Ja, maar dat is nog altijd. Hè. Dat is echt ook wel een, een wapenwetloop, lopen, hoe zeg je dat, ja. op de kamers, maar uh, ja, blijkbaar slaag ze bij ons in de ploeg om die op tijd, uh, op tijd vast te leggen. Maar het is ook niet dat we Zij daar zijn. alleen zaten. Hè. Is, uh, ja, ik ik, ik wou ook zoiets van, misvat... zitten daar andere mensen? Hebben andere mensen kans om de Sierra ja, Nevada ja. te ontdekken? Ja. <laughs> maar dat wordt, Sierra uh, Nevada wel, Sierra Nevada is er meer dan plek ja. genoeg, maar in Tenerife hadden één hotel, dat is eigenlijk dat is een paradox, dat is van de Spaanse overheid, een hotelgroep. Die hebben welle, veel mooie plekken neemt je hotels, waaronder daar dus in het uh, vulkaanlandschap op, uh, op de vulkaan. Beschermd gebied, dus het is maar één hotel. Het wel nog uh, wat huisjes aan de andere kant van de top, zeg maar. Daar zit uh, DSM vaak. Ah, ja, Trek ook, okay. zaten die daar nu? Maar goed, dat hotel, die houden dus wel ook kamers vrij voor toeristen, maar die kunnen niet ingenomen worden door, door de wielerploeg. Dus nee. je hebt er altijd ook normale mensen die. Uh, ja, ik had ooit het gerucht gehoord dat Vincenzo Nibali, ik denk dat hij toen bij Astana reed, dat hij toen het hele hotel had afgehuurd, zodat ze zeker waren van wij gaan op hoogte en de rest niet. Uh, <laughs> maar ik denk dus dat dat nog altijd... Dus, uh, ja. Nu is dat absoluut niet mogelijk. Ja. Uh, maar nee. dus, we zijn daar geweest, FDG was daar in februari. Uh, Astana was daar. Iolo Cometa zat daar met een paar renners. Uh, IF. Uh, dus we waren daar absoluut niet alleen. En het... nu heb ik ook gehoord, nu was... Ik stap al zo een groot deel van de Giroploeg bij. Wij waren daar ook terug, dus. Ja, ja. Ik, ik, uh, ik las dat, er, uh, dat Jasper Stuyve en Trek uh, dat die langs de andere kant van de berg in hotellen moesten pakken, omdat Jumbo uh, en de andere ploegen daar zaten waar jullie zaten. Ja. En dat ze dus elke keer anderhalf uur moesten rijden voor ze konden rijden, omdat aan de andere kant pas uh, warm werd en waar zij zaten. Ja, niet. Dus... Dat is 10 kilometer van totaal, totaal. waar dat die huisjes, Ik heb daar ook nog een keer vier dagen in een huisje geslapen, uh, samen met Wilco Kelderman. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon een huisje, hè? Het zijn je, een paar huisjes en twee restaurants. Ja. Dat is het ook. Zeer basic, want... Uh, ik weet nog, we moesten toen de boiler aanzetten als we terugkwamen van training, om 30 minuten later al pas warm water. Ah, bon. uh, En we hadden dat toen iets vroeger gehuurd, om, om dat we iets langer op hoogte worden, en dan hadden we twee weken in totaal. 2020 was dat eigenlijk. Nee, ja, zoiets. Dus wat, maakt niet uit. Maar... Um, ja, ja, Jasper heeft er blijkbaar naast aansprekking naast die kamers. Ik heb nog nooit zelf uh, een kamer moeten reserveren uh, op Tenerife. Dus uh, ik weet ook niet hoe moeilijk of lastig dat, dat is. Als, als het, niet het verschil is. moet er zijn, hè? Sommige renners ja. moeten zelf reserveren, ja. sommige renners, daar ja. worden ik de zie kamers voor geregeld. Batjol zit daar ook elk jaar, Alberto Batjol. Dus die slaagt erin om dat wel, wel te regelen alleen. die praat, nee, praat misschien een beetje Spaans of zo. Ook. Dat is wel belangrijk daar. Ja. Ah ja. ja, niet ja. iedereen je hebt, spreekt daar Engels. Dus. Je hebt alle klassiekers gereden dit voorjaar. Je hebt ze ook ja. allemaal, ja, ongeveer ja. allemaal, laten we zeggen, dat je goed was van de omloop tot Luik. Um, en je hebt volgens mij heel veel harde koersen gereden. Hè? Was, was het, het het hardste of het snelste voorjaar dat je al gereden hebt? Ja, by far. Zeker. Echt waar. We ja. hebben dan nog een paar keer zelf onze strategie kunnen opleiden. Zeker ja. in die uh, klassiekers maar dan de ronde dat was abnormaal nooit meegemaakt Amstel-Idem en uh, luik opnieuw ja. ik heb de laatste jaren ik kan me geen luik voor de geest houden dat je met 40 mannen het begint en boven kwamen wij eigenlijk één voor één boven hè. Ja. 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 En wat is uw, uw verklaring dan dat dat nu de, net dit jaar dat ja. Aldi, de al die de de snelste strade was het ook, de snelste ronde de ja. snelste Rubin, de snelste luik hè? enerzijds de begeleiding verbeterd veel Ay, is veel verbeterd Voeding, materiaal dergelijke maar vooral de manier van koersen de, Met het hol open. De evene pools, Poca Ja, klopt. Ze wilden een heel lastige wedstrijd, omdat ze dan makkelijker het verschil maken, minder kans op, op uh, valpartijen en dergelijke. En daar zocht ik over, ja. Het is anders koersen dan uh, Bone Cancellara erin. En dan, uh, ja, Valverde voort. Valverde, ja, die wist ook hier als we naar uh, ja, ja, ja. saint Nicola gaan, dan ja, ja. ben ik ook. Met 80 man, ja. Dus dat is meer beredeneerd dan, ja, oh. oh. makkelijk, ja, ja. Makkelijk, ja. Ja, iets relatief makkelijk. Relatief makkelijk, ja. Ja. Nou, dat vond ik wel straf gisteren ook, hoe, hoe Quickstep die koers zo hard maakt, want eh, Pogacar valt weg en ergens is dat zo wel spijtig, maar ze krijgen ook het gewicht van de koers volledig op hen, want anders waren ze denk ik ook met UAE om de koers te controleren. Ja, um, dat klopt, ze, hebben, ze, ja, ze waren met twee ploegen op kop aan het rijden, mm. um, Pogacar valt en dan zat ik al te kijken, ja die van UAE blijft daarin, rijden, dus ze is nog altijd in koers. Mm -hmm, dat heeft ja. dan een kilometer of vijf geduurd. Ik hij er ook mm -hmm. van tussen dan oordeelt het in de radio van uh, opgave Tadej Pogacar en dan hebben ze denk ik een plan doorgezet. Mm. Uh, Je hebt dan dat ik... meteen gehoord, de opgave van, van Pogacar? Ja, dat was, was meteen. Tien minuten heen. na die valpartij mm -hmm. ofzo ja, mm -hmm. en um, hij voelde wel vanaf, mon klim voor de Cote Wanda als ze het lastig wilden maken. Um, het ging ook echt wel hard op dat moment, op het moment dat Jan, uh, Jan demarreert. Toen ging het gewoon hard een peloton. Mm -hmm. Want dat is echt wel het zwaartepunt. Van Leuk Basnaak Leuk, is one, one stokje houtlev. Um, dus ja, dus daar moeten we wel ook de ploeg voor hebben hè, om mm -hmm. dat ja. te kunnen. En uiteindelijk krijgt de naam wel altijd gelijk. Hè? Want l'équipe et toujours à l'auteur de Son leader. Dat heb ik even afgelezen. <laughs> nee ja, En het voorjaar duurt dat leuk. Like, en dan heeft Quickstep, of heeft Remco, moet ik eigenlijk zeggen. Het seizoen met Quickstep gered of het voorjaar? Hij heeft de meubelen gered. Hè? Ja. Mm -hmm. Ze waren eigenlijk het hele voorjaar quasi nergens. En die overwinning gisteren maakt, maakt heel veel goed. Ja. Maar ik denk dat jullie een veel dominanter voorjaar rijden. Alleen ja, bij jullie ontbreekt het monument en ja, ja. ja. pieken de laatste mee. Als mm -hmm. dus je dan echt moet kiezen: vijf klassiekers, slash semi-klassiekers of nokeren en een monument, dat is leuk. Ja, maar dat laat ook wel veel koersen buiten beschouwing. Ronde, ja, van ronde van Baskland, ronde van Catalonië, ronde uh, van de UAE-tour die Remco ook gewonnen heeft. Ja, want als ik het hier even bijneem, ja. dan heeft Sula Quickstep nog altijd wel 19, nee, nee, ja. 19 overwinningen. Absoluut, hè. maar het gaat ja. erover... Eh, Quickstep was die -klassieker ploeg. Hè. Dat zit ja. in hun DNA. Het is, die is waren niet... zo dominant voilà. als, als de jongens van Jumbo-Visma waren dit jaar. Altijd. Ja. Van de omloop tot en met Roubaix. Ja. Ja, maar ja ik denk dat we de e e eerste ploeg waren die, er, die die vijf gewonnen heeft ook op het jaar ja, ja dat klopt ja ja, um, ja. dat klopt ja dat, dat is een beetje een trend zeker die, uh, ja. die zich ingezet heeft is dus, uh, meer de ploeg rond Remco nu Huh? Maar ik vond dat wel heel hmm. mooi om te zien met Van Wilder. Een ja, ja, en dat hey, een volledig andere rol. Laten we eerlijk zijn, dat is, het is prachtig hoe ze van de berg gekomen zijn. En dan de bergen in Luik komen domineren. Hè. Ja, echt waar. En Van Wilder zag nog kei fris uit na de finish. Ja, want die, die lanceert Remkopler, doet Maar die zat nog mee met jullie aan de finish, denk ik. Op de Ruge, of op de roosevelt ja, ja, ik denk dat hij daar op de roosevelt lost los ja. is. Ja. Dat is heel straf. Hè. Ilan is ook wel een jonge hast die die heel veel talent heeft, altijd al in de schaduw van Remco gekoest. Die werd ook vaak twee dagen achter Remco uh, bij de juniors. Vloegmaat ja. geweest van mij bij, uh, bij Sunweb, een jaartje. Juist, juist. Uh, ja, sympathieke gast en die ja, ook zelf wel nog grote koersen winnen. Ja, oh, want dat was mijn vraag. Is, is hij te jong om zich nu al volledig als... Um, bah, heeft, ik krijg te wel te een stellen. schone rol in die zin, hij is de laatste man. Mm -hmm. um, Achter uh, Remco. Achter en er gaat een dag komen dat hij ook zijn kans krijgt. En Aha. daar hou ik niet zo lang mee. Er zijn genoeg mannen van laatste man op de beklimming doorgeroeid naar kopman, natuurlijk. Ja, van Remco kan ook vallen. Hè? Ja. En ook Ilan, uh, dat is een eigen keuze als hij bij Quickstep wil blijven of niet. In veel andere ploenen is hij kopman. Mm -hmm. ja. Zullen we dan, omdat het moet naar de renner van het voorjaar gaan, bij de mannen? Um, wie, wie kunnen we daar allemaal opnoemen? Ja, ik denk dat er drie of vier zijn die we, die we kunnen bestempelen als man van het voorjaar. Um, een Pogacar, een Van der Poel, Wout sowieso. Uh, kunnen we daar Remco bij zetten? Of Primoz? Of? Ja, het kom moet meer dan één wedstrijd eigenlijk. Ja, ja, van, ja, voilà, voilà, voilà. eigenlijk wel. Voilà. Voilà, dus met, het, gaat eigenlijk, het gaat tussen de grote drie. Ja. Met alle respect voor de, de wereldkampioen want het winnen in de WK trui is hem dan toch gelukt en dat is, mm -hmm. dat is goed, maar het zal dan toch Pogacar of uh, Van der Poel zijn. En dan vind ik het wel moeilijk, want ik hou wel van de manier waarop Van der Poel koerst, zeker mm -hmm. zonder te vergeten hoe, hoe prachtig Remo was in die afdaling, en dan toch afstand pakken van dat andere drietal. Maar ja, Pogacar, laatste pijl aan de ronde winnen ja. in één jaar is al uniek. Hè? Vooral en de ronde, een die tourwinnaar manier, die naar Vlaanderen komt, voilà. die Ronde van Vlaanderen wint. En vooral de manier waarop. Het is, allee, in mijn ogen is dat een van de schoonste koersen van de laatste nou, ja. 50 jaar. Ja. Ja. Hoe dat ja. er daar ja. gekoerst is en hoe dat uit daar. En plus, iedereen is er op zijn waarde geklopt. Ja, en Mathieu was al gelost na drie stenen op de Quaremont. Oh. <laughs> Alleen dat is ongelooflijk. Als je Mathieu ja. van der Poel daar zo kunt lossen. Ja. Die een tweede keer kwaremond. dat was printen nog voordat we de kassei aangeraakt hadden. Er zijn al renners van tussen, goede renners. Ja. Dus, ja, dat kunnen we echt niet onderschatten. Hoe dat, uh, ja. Niet overschatten hoe, uh, hoe dat hij dat do domineert. Dus voor mij is Pokachar wel de renner van het voorjaar. Zeker ook met, met de manier waarop hij Parijs niet domineert. Al uh, van in de route dat Assoal uh, ja. rondvliegt. Ja, de Gran Camino. De Gran Camino, uh, dat, was, dat was Jonas. Hè? Ja. En ik heb het over Pokachar die Spaanse gravelkoers? Nee nee de, de, de nee, Gein Gein. 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 Ach gein gein. Gein. Gein, ja, gein, gein, gein. gein. Ik schrijf die twee altijd door. Ja. 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 <laughs> de Gran Camino is wat Jonas als eh drie reden heeft denk Ja. Ja. Nee nee. Ah, juist als die langer Dat is de Gein. Ja. die Die dit jaar voor het eerst uh, voor voor de tweede keer. Ja, tweede keer. Coole koers trouwens, misschien ook ja. nog iets voor Ja. Ook ook met veel gravel. Waar kijken we nog naar uit, mannen? Not a giro. Ja, Ik denk nog nooit zo hard uitgekeken naar een, een grote rittenkoers. Ja. Bij de Vuelta vorig jaar wisten we: Oké, okay, Remco zal hij het waarmaken of niet. En nu weten we: hij heeft een grote ronde op zijn Palmarès. Hij heeft een gigantisch sterke ploeg. Ja. En als ja. Belg mag je even chauvinistisch zijn. En die tweestrijd tussen Remco en Roglic in Catalonië was al om was duimen de vingers bij af te lekken. Ah. En nu kreeg je het. Ja. Drie weken lang, stevig. Ja. Ja. Is Primos ready? Ties, ik, denk wel. ik denk het wel, denk ik heb, uh, uh, ja, Er was mij beloofd om in Tirreno dat ik mijn kans mocht gaan. en dat was ook zo. maar dan hebben ze de week daarvoor, uh, uh, belde me rij mee op om te zeggen dat Primo al wou koersen, die was voorzien in Catalonië om, uh, om, te starten. Ja. maar ja, hij zei van, ja, je blijft de vrije rol. we zijn met drie uh, Wilco, Primos, en G. ik was iets minder in Tirreno. dat was eigenlijk mijn minste koers van, van heel het voorjaar. Uh, maar ja, als ze dan de klasbak leeg like Primos, ziet die uh, die komt ook zijn eerste koers rijden. Eigenlijk drie ritten winnen, domineren. Ik lag met hem op de kamer dan een keer. Dat was wel een keer de ervaring. Um, ja, er, er, ja, en hij is alleen maar verbeterd sindsdien, denk ik. Er, er komt zo weinig uit. Je zei het nog op voorhand, Tric, dat Primos een beetje een enigma is in het in peloton. Ja. Uh, wat, voor, wat voor een doet is dat? Ik kan veel praten zonder iets te zeggen. Ja. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. Kunst van het zwijgen? Nee, net niet. Hij, hij zwijgt niet veel. Maar hij zegt eigenlijk niks. <laughs> hij, hij praat veel, maar hij zegt niet niks. veel. Het is een beetje Louis, ja. van, Louis van Gaal. Ja, ja. Nee, nee, nee maar Primoz is... Waar, is, nee. het, is uh, het is echt een klasse mensrenner. Ja. Die is echt... Er uh, zit een enorme focus in. Die, uh, die wint de eerste rit. Die heeft geen enkele keer aan handen in de Dus die duwt zijn, zijn chronometer af. Die is direct... Of ja, ja zijn, zijn een Garmin. Die is direct bezig met een dag nadien. Als ik zelf goed gereden heb, dan kan ik ook zo Samen zo wat... Onrustiger zijn en wat slechter slapen. Ja, die Dus een buff, buff voor zijn ogen en die valt in slaap om, om tien uur. Ja. Dat is zo echt. Amai. De Mr. of Cool, of hoe zou je dat doen? De Mr. Cool, ja, dat is echt. Uh, iemand dat ik naar opkijk ook. Um, en hij laat niet zoveel in zijn. In zijn uh, Kaarten uh, kijken. Ja, dus dat ik ook bedoel, maar hij zegt wel veel, of hij praat wel veel, maar hij zegt niet zoveel. Allez. Ja. Um, ja, we mogen uitkijken. Maar als hij hem beter leert kennen, dan wel natuurlijk, dan... ik denk dat we mogen uitkijken naar een prachtig duel Goh, zeker. Dan moet er nog een giveaway gegeven worden. En dat is voor de vorige giveaway, het truitje van Yves Lampaert is er een onschuldige hand en die heeft... An van Eename gekozen. An, gefeliciteerd. Je mag je, je geven in de DM naar onze Valsplat Instagram pagina. En dan krijg jij het truitje van Yves Lampaard opgestuurd. Bij je thuis. En we hebben een nieuwe giveaway. Hoop ik. Ja, ik zal ook een truitje, een truitje schenken. Ik heb er nu al niet bij, maar um, een truitje van Ties Benoot. Hè. Een truitje van Ties Benoot. Ah ja. Voilà. En, en welke nummer staat er op jou hè? Uh, 27. Ah ja, kijk. All right. Dan moet je 27, ties het, het is heel simpel. Het is gewoon hetzelfde wat je moet doen. Dat is uh, op de Instagram-pagina van Valsplaat komt er een post. En daar moet je dan gewoon op reageren. Oftewel te zeggen: liken en like onze pagina. En dan komt er misschien een volledig pak of een, uh, een truitje. Maar wat, is de, wat heeft de voorkeur? Oh, hoe hoog ligt dat oh, wat? We, mogen, wat, we mogen kiezen. Wat kan je geven, ties? Dus? Ja. Wat kan je kwijt? Beiden, ja. Huppla. Het is uh... <laughs> Oké, okay. ik is al even bezig. Ik heb al wat kleren niet weg. Eh. Oké, okay. <laughs> er, er komt een verrassing jouw kant uit ja. van Tiesbenoot, met nee, nummer 27. Ongewassen. Oh. Ongewassen. On Ongewas, <laughs> on ja, dat dan laat heb ik... ik er niet veel. <laughs> ik... Ah, dus, dus je hebt er wel degelijk. Uh, ja, dus sommige ook dan bij speciale truitjes, maar dat is dan meestal die dat ik zelf wil bijhouden. Van Alright. de straat. Ja, dat is uh, ongewassen. Je Zalig, een ongewassen truitje van Tiesbenoot komt erbij. <laughs> uh, <ik> zal toch <laughs> en... maar wassen. Hè. En we kijken uit naar de Giro natuurlijk, daar gaan we ook zeker nog op voorbeschouwen. Maar dan rest er mij alleen nog maar iedereen te bedanken. Uh, er waren nog heel veel dingen die we in de voorbereiding wel opgeschreven, die we wilden, waar we over wilden praten, die zijn er nog niet uitgekomen. Maar dat betekent dat je een volgende keer gewoon terugkomend is. Um, ja, met plezier. Zalig. Komt zand. Okay. Nico. Als jij terugkomt, dan betekent dat dat Jap er niet meer is en dat hij in Scandinavië ergens van een boot is gevallen. Laten we hopen uh, van niet. Laten we hopen van niet. Maar, van niet, maar van het, het was super dat hij erbij was. Ja, echt erbij. heel hard bedankt, een grote eer om naast ja. jou en Dirk en Ties te zitten. De, de eer was vooral uh, onze kant uh, van onze kant. Nou, zoveel veel lof zijn. Merci. Uh, Dirk, jij bedankt en uh, ja, Tish, ik ga je nog eens bedanken? Wat is het volgende doel? Definieer uh, normaal, maar ja. het grote doel is de tour nu denk ik. Alright. Op oh, naar dank. een tour en veel succes. Die is benold. Dank u wel.